We zijn hier vanavond bij Olympia. Ringo staat hier voor me. Ringo, goedenavond. Hi Sam. Laat ik beginnen met de bouwplek. Jullie hebben jarenlang bij de familie DH gebouwd en bij de familie Spans. En nu voor het eerst hier in Venlo. Vertel. Nou, dat is een, cultuurschok. Nee, weet je, wij zaten heel erg met het verhuizen over en weer elke keer. Tussen de bouwlocatie in de polder bij de Leie naar Jaap toe, aan de Wasbeek. En dat kostte ons weken tijd. Stijgers afbreken, stijgers opbouwen, stijgers afbreken, stijgers en opbouwen. En het gesleept met het materiaal. Dus we waren eigenlijk al wel langer op zoek naar een één bouwlocatie. Nou, verschillende opties gedaan. Ja, dat lukte niet. En toen kwam eigenlijk best wel laat in het bouwseizoen opeens dit voorbij. Ja, dat bijt ons nu wel een beetje, dat geef ik eerlijk toe. Maar wij zijn wel heel blij met de gastvrijheid in dit geval van deze plek. En dat is super dat het kan. Hoe loopt het tot zover? Daar ben ik voornamelijk benieuwd naar. Gestaag is een goed woord. Maar de eerder genoemde energie die natuurlijk in de bouwplaat, in de stijgers opbouwen hier, het onderkomen daar, dat kost veel tijd. En dat maakt wel dat het ons wel een beetje bijt, dat geef ik eerlijk toe. Maar je zit er wel een klein beetje zo van, komt dat wel goed. Hey, en we zijn nu 2 jaar, hebben we eigenlijk nog niet echt een fatsoenlijk corso gehad. We hebben vorig jaar natuurlijk wel de creatieve creatie gehad, maar goed, het is niet te vergelijken met het corso. Merk je ook dat er minder naar de wagen zijn gekomen, bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat je het vaste loopje van iedereen in de vakanties, van ja, de normale zaak van, joh, weet je, ik heb 3 weken vakantie en ik ga 1 daarvan offer ik op aan de wagen. Daar zijn best wel veel, met name jongeren, die denken van, joh, weet je, met een bootje op wielen liggen is ook wel lekker. Ja, en die moeten de energie wel vinden weer. Ja, dat is wel waar. Ja, dat merken wij wel. En je hebt natuurlijk best wel een grote groep van mensen die eigenlijk normaal gesproken de laatste 2 weken aankomt waaien. Waar je de afgelopen 2 jaar geen aanspraak op hebt gemaakt. Je hebt die mensen niet gezien, je hebt die contacten niet gehad. Ja, dus dat wordt best wel een spannende. Krijg je weer daadwerkelijk de honderden mensen waar je eigenlijk in het verleden altijd op gebouwd hebt? Ja, dat weet je niet. Dus ja. Ja, weet je, dat wordt een spannende. Dat komt altijd af, maar dat is wel zo. En wat je natuurlijk hoopt is dat wat je 2 jaar geleden gewoon altijd hebt gehad, de afgelopen jaren natuurlijk altijd hebt gehad, die energie en die vibe, het samengevoel, dat hoop je nu weer te treffen. Ja, dat is afwachten. En over het ontwerp gesproken, wat is het ontwerp voor dit jaar voor jullie? Amfitrite. En dat is een, trouwens op de vlucht, ze is een godin. En die godin die is op de vlucht voor een verhaal uit de klassieke oudheid. Die op de vlucht is voor uiteraard een minnaar. Die er heel graag over schalken. En dat stond daar niet aan. En zij gaat met haar gezelschap, bij die deal weg als het ware. Ze gaat op de vlucht. Dus dat is het verhaal. En wat we uitbeelden is een grote godin. Met daarbij allemaal haar begeleiding, een aantal vissen. Die haar als het ware op haar aftocht begeleidt. Dus dat is wat we uitbeelden. Een heel klassiek beeld. En wat we natuurlijk best wel veel gehoord hebben is, ja, dat is niet des Olympiaans of zoiets. Nou ja, ik weet niet wat dat is, een Olympiawaag. Wij gaan het proberen in de sfeer neer te zetten en dat. Laatste vraag, hoeveel bloemen gaan er ongeveer naar schatting op, denk je? Ik hoorde net 289.000. 89. Ja, dat hoorde ik, 1000. Een heel mooi getal. Ja, nou, weet je, en wij zijn, het bouwproces gaat er niet zo van harte dat ik weet niet of we dat gaan halen. En misschien moeten we ook wel zeggen straks een visje minder. Nou ja, waar we vooral op. Wat we nu graag willen is natuurlijk dopstarten maken. De mensen bij elkaar krijgen. En dat bij elkaar zien te krijgen en dat voor elkaar zien te krijgen. Dan zeg ik 3 keer achter elkaar, maar dat is de grootste uitdaging. Gewoon de vibe weer vinden. En zeggen van, joh, weet je, oh ja, dit was leuk. Dit doen we het voor. Ja, ja, dat hoop je dat de rest dan ook weer gaat vinden. Ja. We gaan het zien over 6 weken. En zo is het. Dankjewel. Wij hebben er zin in.